Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog van Lares. Ik ben Senna en ik ga jullie vandaag meenemen in mijn leven. Dus veel kijkplezier. Ik ga me nu even klaarmaken, even mijn haar borstelen, dat soort dingen. En dan kom ik zo even bij jullie terug om te vertellen wat we nou eigenlijk gaan doen vandaag. Oké, ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb mijn haar even geborsteld en mijn gezicht eventjes gedaan. Ik zal even de planning vertellen voor vandaag. Ik ga straks met Lana afspreken. Ik had dus eigenlijk vandaag weer online les. Alleen, ik ben mijn boek vergeten. Dus dat lukte niet. En ik kon ook niks op mijn laptop maken. Dus eigenlijk ben ik gewoon vrij vandaag of zo. Dus ik ga zo met Lana afspreken. Ik weet niet precies wat we gaan doen. Maar als we wat gaan doen, dan film ik het wel. En ik zit echt heel veel aan mijn haar. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Een shirtje van Nike van Paddy. Sentiment, sorry, ik kan het niet uitspreken. En ik heb deze broek aan van de Perska. Het is nu een tijdje later en ik ben eventjes mijn kamer aan het opruimen. Ja, daar zijn nog wat tassen en daar liggen nog een paar dingetjes op de grond. Ik ga straks naar Lana en dan gaan we naar de stad, naar het dorp. Alleen ik zit er echt bij gedaan als ik een tasje mee ga nemen of niet. Dus ik ga zo even mijn jas aantrekken en dan ga ik kijken als ik deze mee wil nemen. Want ik weet het niet zo goed. Ik denk het wel. Maar ik ga even kijken. Dus dat zien jullie in het volgende stukje. Dat ik eventjes mijn jas aan heb en zo. En dan ga ik eventjes kijken wat ik leuk vind. Het staat dus met het tasje. En ik denk dat ik hem wel om ga doen, want dat vind ik even makkelijker. Dus die ga ik meenemen. Denk, ja, ik ga even over nadenken. A few moments later. Ik zou het uiteindelijk niet omdoen. Ik doe het gewoon in mijn jaszak. Ik ga even mijn jaszak leeghalen, wat ik toch niet nodig heb. Want dat scheelt ook eventjes wat ruimte. Dus dat is even wat ik nu ga doen. En dan ga ik zo daar later een luchtje op doen. En ik had dus zo'n luchtje bij de Primark gekocht. Iedereen gaat nu echt denken, Primark. Maar dat luchtje ruikt echt super lekker. Het is deze. Het is een body mist, maar hij ruikt echt heel erg lekker. Dus. En dat is natuurlijk ook heel goedkoop. Dus ga ik zo naar Lana, wat ik echt wel 1000 keer heb verteld. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn voor Lana haar huis. Maar ze moest nog eventjes wat pakken boven. Dus ik sta gewoon eventjes te wachten hier zo. Zit op mijn fiets. Dus ja, en we gaan nu naar de stad toe. En mijn haar ziet er echt niet uit. Maar goed. Oké, mensen, we zijn in de stad. Alleen zijn echt heel erg weinig mensen. Maar we gaan ons fiets bij de Action neerzetten. Dus dat gaan we nu even doen. En dan, ja. Mensen, ik ben alweer een tijdje terug van de stad. Lana was hier ook nog heel eventjes. Maar ze is weer naar huis gegaan omdat ze even wat huiswerk moest maken. Ik ga straks weer naar mijn moeder toe. Mijn moeder die komt mij naar haar werk ophalen, want ik ben nu bij mijn vader. En dan als ik bij mijn moeder ben, ga ik ook nog wel een klein stukje vloggen. Oké, zoals jullie zien ben ik nu op een hele andere kamer. Dat komt omdat ik nu bij mijn moeder ben. Ik heb net gegeten, ik ga nu even huiswerk maken. En ik denk dat dit het einde is van deze vlog, want ik ga straks toch helemaal niks meer doen. Dus dan wordt de vlog een beetje saai. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook niet te abonneren op Lares. Want er komen heel leuke filmpjes aan. Tot de volgende keer. Doeg!